Misschien is die kritiek terecht. Het heeft weinig zin om te speculeren over de vraag hoe ver de huizenprijzen zullen dalen. Maar het is misschien wel zinnig om te vragen hoe het kan dat de prijzen zo hard gestegen zijn. Bijvoorbeeld met econoom en voormalig Robeco-bestuurder Jaap van Duin. Hij verbaast zich al jaren over het leengedrag van Nederlanders. Nou, de hypothecaire schulden van Nederlanders zijn nu ongeveer 600 miljard. En dat is gelijk aan het nationaal inkomen. En dat was in 1996 nog iets van 110, 120 miljard. Dus dat is echt geëxplodeerd. Wie naar de ontwikkeling van de hypotheekschulden in Nederland kijkt, schrikt. Die zijn namelijk in 10 jaar verdrievoudigd. Nederlanders wijzen graag naar Amerikanen als onverantwoordelijke creditcard-junkies. Maar waar het op hypotheken aankomt, zijn wij zo'n beetje wereldkampioen lenen. Het verbaast me ook dat er niet meer alarmbellen rinkelen bij de Nederlandse bank, de toezichthouder. Want de cijfers die ik nu noem, kun je gewoon op mijn website vinden. Iedereen kan dat doen. En toch praten we er nauwelijks over. Het is nog zo'n illusie die is doorgeprikt. Die van de nuchtere en spaarzame Nederlander. Als we vergelijken hoeveel procent van ons jaarinkomen we durven te lenen, blijken Italianen, Spanjaarden en zelfs de Britten en de Amerikanen veel voorzichtiger te zijn dan de Nederlandse huishoudens. Wij gaven alles uit en nog wat. En het is datzelfde mechanisme. Ja, het huis wordt toch meer waard. Daar kan ik wel een hypotheek opnemen of ik hou hem nog even aan en dan kan ik besteden. En hoe kon het dat we zoveel konden lenen? De rente werd lager. De banken kregen de ruimte om hypotheekleningen uit het niets te creëren. En sparen en aflossen, dat hoefde niet meer. Want iedereen werd vanzelf rijk door de stijging van de huizenprijzen. Ja, natuurlijk, mensen zijn gek gemaakt met het idee van dat huizenprijzen altijd zullen blijven stijgen. En dat het the sky is the limit. Doe mee. Het is slapend rijk worden. Maar we zijn toch ook meer gaan verdienen? Jazeker. Maar de stijging van de huizenprijzen was veel hoger dan de stijging van ons inkomen. Het kan niet zijn dat als je inkomen met 40% stijgt, dat dan de huizenprijzen met 100% stijgen en dat dat een houdbaar fenomeen is. Ik bedoel, er moet verband zijn tussen inkomen en prijsontwikkeling en dat verband is dus eigenlijk door de hypotheekrenteaftrek zoek geraakt. En daar valt het. Het H-woord. De hypotheekrenteaftrek. Het unieke stukje wetgeving dat dit allemaal mogelijk maakte. Dat is een perverse regeling. In de eerste plaats, hij was bedoeld om het huizenbezit te stimuleren. De werkelijkheid is dat huizen onbetaalbaar zijn geworden. Punt 2, we zijn geworden tot een schuldennatie nummer 1 in Europa, misschien in de wereld. Punt 3, de hele hypotheekrenteaftrek is één grote overheveling van inkomen van mensen uit de Schilderswijk in Den Haag naar miljonairs in Aardenhout. En ik snap ook niet dat de Partij van de Arbeid daar een voorstander van is. Maar dat zijn de effecten van de hypotheekrenteaftrek. Door de hypotheekrenteaftrek konden Nederlanders bijna onbeperkt goedkoper lenen dan wie dan ook. En zolang er onderaan de markt steeds weer nieuwe kopers waren die ook steeds meer konden lenen, kon er een piramide ontstaan waarbij iedereen steeds winst maakte op zijn huis om vervolgens een nog duurder huis te kopen. Ik heb het genoemd een blaasballer. Die steeds lucht pompt in die woningmarkt. En die lucht is op niets gebaseerd. Het is alleen gebaseerd op een stijgende marktprijs. Maar er zit geen woningverbetering aan de grondslag, geen modernisering, voor een deel misschien wel. Maar dat is niet de basis waarop die prijzen stijgen. Het heeft piramidekenmerken natuurlijk in de zin, nou ja, of in Engels noem je dat de greater fool theorie. Hè? Er moet een dwaas zijn die nog meer van jou wil afnemen. Dat geldt ook voor de andere markten. En bij de huizen gaan we natuurlijk uit van de veronderstelling dat er altijd wel iemand is die het wilde kopen. Maar altijd blijkt in de geschiedenis, of je nou de tulpenbollen neemt of de huizen of de aandelen, ja, een keer zegt die laatste dwaas, ja, ik hoef niet meer. Dat klinkt heel hard. Want de mensen die de afgelopen jaren een huis gekocht hebben, wilden niet zozeer speculeren, maar gewoon wonen. Huren was niet altijd mogelijk en kopen was vaak aantrekkelijker dan huren. En dus betalen mensen nu nog steeds meer dan 3,5 ton voor 80 vierkante meter in de Jordaan. Hoe kom ik nou aan die mening dat het een realistisch niveau is? Als je hier je hypotheeklast terugrekent, dan kom je per maand uit, als je het volledig zou financieren, op €900 netto per maand ongeveer. Nou, dat betekent voor een ruimte van 84 vierkante meter dat je aanmerkelijk voordeliger uit bent dan wanneer je zo'n ruimte hier in de Jordaan zou huren. Ja. Dus financieel gezien past het. Ja.
Maar dat komt eigenlijk puur en alleen door het feit dat je je hypotheekrente kan aftrekken. Absoluut, ja. Zelfs de Vereniging van Makelaars vindt inmiddels dat het hele systeem eigenlijk op de schop moet. Dus dat systeem is gewoon aan revisie toe. Je zou kunnen zeggen, de patiënt moet eens een keer een flinke smeer- en oliebeurt hebben. Dus we moeten dat hele, de fiscalisering van zeg maar de woningmarkt, zowel huur als koop, moeten we echt eens een keer beetpakken. Alleen nu even niet. Ik denk dat we nu even alle handen vol hebben om te zorgen dat het geen luchtbel wordt. Dus om te zorgen dat dat luchtbed weer, in ieder geval dat daar genoeg lucht in blijft zitten en dat het op niveau blijft. Het luchtbed moet nog maar even opgepompt worden, want niemand wil dat de prijzen zakken. Al zou dat misschien wel beter zijn. Het is goed, denk ik, als wij een woningmarkt weer krijgen die niet alleen afhankelijk is van de doorstroming en de verkoopwinsten die gemaakt worden met de doorstroming op de woningmarkt. Maar dat de prijzen die gevraagd worden voor woningen gewoon een reële afspiegeling zijn van wat mensen kunnen betalen aan hypotheeklasten en ook eigen geld wat ze kunnen inbrengen. Nee, ik denk dat er niks aan de hand is. Kijk, 97% van de mensen verkoopt überhaupt niet. En die is ook niet van plan om de eerste 10, 15 jaar te verkopen. Het hoeft natuurlijk niet allemaal mis te gaan. Maar de tijden veranderen. En wie een tegenslag heeft, is door ons hypotheeksysteem wel erg kwetsbaar geworden. En dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. De staat waarin we zijn, is uiteindelijk te danken aan wetgeving van de overheid op het punt van de hypotheekrente. Nee. Dat is dus heel merkwaardig. Het is een door de overheid gecreëerd probleem. En volgens zeggen onze leiders in Den Haag, we praten er niet over. Ja, dat is toch heel vreemd.